Na de Tweede Wereldoorlog werden in het kader van het Marshallplan in 1949 nieuwe elektrische locomotieven besteld door de NS. Zoals met veel locomotieven in die tijd werd het ontwerp van een andere locomotief afgekeken. Zo is de 1200 van de NS naar Amerikaans ontwerp gebouwd. De draaistellen werden zelfs in Amerika geproduceerd. De locomotieven werden in de kleuren gespoten van de al rijdende locomotieven. Een deel turquoise en een deel werd rood-bruin. In de jaren 50 werden ze Berlijnsblauw en in de jaren 70, wanneer de NS-treinen geel werden, verschenen ook deze locomotieven in geel-grijs. In 1998 gingen de locomotieven buiten dienst. Omdat dit zulke sterke en degelijke locomotieven waren, was de hele vloot nog compleet. Een deel van de locomotieven begon haar tweede leven bij goederenvervoerder ACTS, waar ze tot 2009 gereden hebben. Sinds 2018 rijdt een van de locomotieven voor RailExperts. RailExperts is een aanbieder van bijzonder vervoer op het Nederlandse spoorwegnet. Onder andere chartertreinen, maar ook het overbrengen van nieuwe treinen voor fabrikanten, het herpositioneren van materieel voor leasemaatschappijen, het overbrengen van schademateriaal. Dus eigenlijk alles wat afwijkt van normaal treinvervoer. Zo doen we ook voor museummateriaal, onder andere we rijden stoomtreinen. Vanmiddag slepen we een treinstel type Mat 64 naar de werkplaats toe voor onderhoud. Voor dat soort zaken worden we dan ingehuurd. Ik ben in 2000 bij het spoor begonnen, bij ACTS. Vandaar ook dat de locomotief in dit geval de kleuren van ACTS draagt. En de diverse functies daar gewerkt, van machinist tot planner, tot werkvoorbereiden, dan kantoor, allerlei zaken. En op een bepaald moment had ik dat wel gezien. Ben ik gewisseld naar een bedrijf wat chartertreinen organiseerde. Dacht ik, ja, dat is leuk, maar dat kan ik zelf beter. Laat ik voor de grap eens een bedrijf oprichten. En zo is het eigenlijk begonnen. Wij huurden altijd ons materieel bij Locon. Maar Locon is failliet gegaan. Op dat moment was al het materieel niet meer beschikbaar. En hadden wij maar één locomotief, onze eigen. En één lok is geen lok. Dus moest er een tweede komen. En op dat moment was er eigenlijk alleen maar een 1200 beschikbaar. Dus hebben we daarvoor gekozen. Die huren wij ook van twee enthousiastelingen, Laurens Pitt en Harry Snijder. En die zetten wij in eigenlijk als reservelok of op bijzondere aanvraag, zoals vandaag. We hebben gekozen voor de ACTS-kleurstelling eigenlijk om twee redenen. Enerzijds omdat we aan het einde van de huurperiode de machine moeten inleveren in de kleur van wens van de verhuurder. En een van de wenskleuren was de ACTS-kleur. En daarnaast was het een wens voor mij eigenlijk om een ACTS-kleur te doen. Een stukje historie. En ik vind het erg mooi op deze locomotief staan. Nou, chartertreinen zijn meestal treinen voor een besloten gezelschap. In dit geval hebben we een charter gereden voor een Duitse vereniging van spoorwegenthousiastelingen die een dagje naar Amsterdam komen. En dan een volledige trein afhuren. Naar een bestemming naar keuze vervoerd worden. Amsterdam Centraal zijn ze naartoe gebracht vandaag. En dat is een van onze populairste bestemmingen. Meestal zijn het dagjes mensen die gaan feesten in de stad. Maar vandaag komen ze het station bezoeken en een dagje treinen kijken op Amsterdam Centraal. Na aankomst in Amsterdam is de trein naar rangeerterrein Zaanstraat gereden. Hier zal de trein klaargemaakt worden voor de rit terug naar Bad Bentheim, waar het gezelschap vanavond weer naar terug gaat. Hiervoor moet de locomotief omgereden worden naar de andere kant van de trein. Dit noemen we kopmaken.
Het omrijden van locomotieven neemt veel tijd in beslag. Toch was dit vroeger de standaard manier van werken. Mede hierdoor worden tegenwoordig bijna alleen nog maar treinstellen besteld in plaats van losse locomotieven en wagons. Treinstellen zijn onderling simpel aan en af te koppelen en kunnen twee richtingen uitrijden. Bij Rail Experts wordt goed voor deze ruim 66 jaar oude locomotief gezorgd. Het beste voor een trein blijft toch dat ermee gereden wordt. Dus ook wanneer vanavond het gezelschap weer aan boord van de trein is gestapt, vertrekt de trein met aan kop de 1251 richting Bad Bentheim. Met 4,5 kilometer spoor, 2000 bovenleidingsportalen en treinen die per stuk 15.000 kilometer per jaar rijden, is er in Den Haag een realistisch beeld van het Nederlandse spoor ontstaan. We zijn in Madurodam. We staan hier vandaag in Madurodam, een themapark over de grote verhalen van Nederland. Voorheen was Madurodam bekend als miniatuurstad, misschien wel de kleinste stad van Nederland. Inmiddels vertellen we de grote verhalen van Nederland in de vorm van miniaturen, talloze doedingen waar kinderen ook nog wat leren en 4 indoor attracties. Madurodam is opgericht in 1952 door mevrouw Bebboom van der Starp. Zij zocht een manier om fondsen te werven voor het Leids Studentensanatorium. In die tijd was TBC nog een ziekte waar veel mensen aan leden. Zij heeft toen het plan bedacht om een miniatuurstad op te richten. Dat deed ze naar een voorbeeld van een miniatuurpark in Engeland. En dat is Madurodam uiteindelijk geworden. De gemeente Den Haag heeft daar een deel van de grond voor geschonken. En ze heeft toen ook bedacht dat Madurodam niet alleen een fondsenwerver voor goede doelen moest zijn, maar dat het ook een oorlogsmonument zou worden. Omdat de ouders van George Maduro, een verzetsheld, een oorlogsheld uit de Tweede Wereldoorlog, dat die het startkapitaal hebben geschonken. Ze wilden graag dat het park een levende herinnering zou blijven voor hun zoon. En dat zijn we vandaag de dag nog steeds. Misschien zelfs wel het vrolijkste oorlogsmonument van Nederland. Sinds dag 1 is deze stad voorzien van een spoorbaan, die net als de rest op schaal 1 op 25 is gebouwd. In de begintijd werd de spoorbaan volledig door medewerkers van de NS onderhouden. Ze bouwden zelf de modellen thuis aan de keukentafel. Deze modellen zijn nog steeds in de collectie van Madurodam. Inmiddels is de spoorbaan al ruim 25 jaar in beheer van Madurodam zelf. Nou, wij staan hier in de remise van de technische dienst van Madurodam. Hier staan 's nachts al hun treinen, of al onze treinen opgesteld op hun eigen parkeerplaatsje. En hier vandaan sturen wij ze ook weer naar buiten zodra het park open gaat en de bezoekers komen. De modellen zijn gemaakt van kunststof en van hout. De nieuwste modellen die wij hebben zijn van glasvezel gemaakt met epoxyhars. Dat doen we allemaal met de hand in eigen beheer. Verder de aandrijving is allemaal netjes CNC gefreesde overbrengingen. De bovenleiding is functioneel. Daarom is de bovenleiding hier binnen ook gewoon doorgetrokken net als buiten. Het grind wat er ligt, dat heeft ook een dempende werking voor het geluid, want er wordt hier ook gewoon gewerkt in de werkplaats. En daarnaast, als er ontsporingen zijn, dan remt dat de locomotief ook af, zodat het niet al te veel schade gaat veroorzaken. Dus het is allemaal één op één realistisch eigenlijk. Nou, wij bepalen 's morgens hoeveel treinen wij in het park willen hebben. Op het moment dat wij ze dus naar buiten sturen, dan gaat het allemaal zijn eigen gang. Het computersysteem zorgt ervoor dat er een minimaal aantal treinen in het centrum van het traject blijft en de rest blijft buiten omrijden. En dat rouleert de hele dag door, totdat de bezoekers weg zijn en de treinen weer naar binnen mogen. Nou, we hebben op dit moment een aantal treinen rijden die in het echt niet meer in gebruik zijn door de NS. Maar door ook om nostalgische redenen hebben wij die nog gewoon in gebruik.
Op het moment dat treinen echt niet meer geschikt zijn voor het rijden vanwege schades of gewoon te oud, ja, dan gaan ze bij ons in de opslag en dan gaan we er gewoon heel erg zuinig op zijn. Nou, op het moment dat de NS nieuwe modellen in gebruik neemt, of nieuwe treinen in gebruik neemt, dan nemen ze contact met ons op. En dan gaan we ermee om tafel zitten om de opdracht rond te krijgen en dan gaan we het model bouwen voor ze. Nou, wij hebben ter ere van het 175 jaar bestaan van de NS een ICMM-model gemaakt van 4 rijtuigen. Die staat nu heel even hier binnen. En dat is een hele mooi project. Dat hebben we 2,5 maanden aan gebouwd met z'n tweeën. En die rijdt nu voorlopig 35 of 40 jaar rond hier zo in Maduro-Dam. Er staat veel te gebeuren de komende jaren in Maduro-Dam. We hebben het afgelopen jaar toestemming gekregen van de Haagse gemeenteraad om uit te gaan breiden. Dus er zal in de komende jaren zo'n 0,7 hectare toegevoegd gaan worden. Die 0,7 hectare gaan we gebruiken om het park nog eigentijdser te maken. Dus we hebben op dit moment al 5 indoor attracties. De laatste is net deze zomer geopend. Die gaat over de droogmaking van de Haarlemmermeer. En dat zullen we de komende jaren blijven doen. De grote iconische verhalen waar we trots op kunnen zijn. Dus eens per jaar naar verwachting zal er een nieuwe indoor attractie toegevoegd gaan worden. Nou, dingen die wij bijvoorbeeld meemaken als openluchtpark is dat wij de treinen overdag spinnetjes meepakken omdat ze door spinnenwebben heen rijden. Die klimmen dan aan het einde van de dag hier van de treinen af en gaan hier in de werkplaats heerlijk spinnenwebbetjes bouwen. Dus daarom moet eens in de zoveel tijd even een spinnenragger door de werkplaats om het weer een beetje schoon te maken. Het park zit barstens vol met techniek. We hebben wel 15 de vakgebieden binnen een afdeling van een man of 8. Dus ja, geen dag is hetzelfde en dat maakt het zo geweldig. Je ziet het park ook door de seizoenen heen en dat is iets heel bijzonders. Een paar keer per week komt deze uit de jaren 50 stammende locomotief over de stamlijn van Os. Deze locomotief wordt namelijk ingezet door de Osse Overslagcentrale, kortweg OOC, die sinds 2009 deze stamlijn gebruikt. Deze locatie was op dat moment een ponyweide. En, dus daar hebben we een kade aangelegd en daar hebben we sporen aangelegd. Daar hebben we grote hallen op gebouwd. Vloeistofdichte vloeren met alle milieuvergunningen die daarbij horen. En inmiddels is daar ook een olie- op- en overslaginstallatie, zeg maar, of eigenlijk een overslaginstallatie, gerealiseerd. En zo bouwen we stap voor stap verder. Wij rangeren nu met een 500, een oude NS-locomotief, omdat die kostentechnisch voor ons heel gunstig uitpakt. Maar de afhandeling van de treinen, de last mile service, zoals dat veelal genoemd wordt, tussen Centraal Station Os en onze terminal, wordt verzorgd door OOC Rail. OOC Rail is een volle zuster van OOC Terminals. Daarmee kunnen wij een one-stop shop verzorgen voor de treinaanbieders, die de treinen dus in Os kunnen achterlaten met elektrische locomotieven. We pakken het daar vandaan met de diesellocomotief op en voeren het dan uit onder licentie van andere spoorvervoerders met een gehuurde locomotief en gehuurd personeel.
Zodanig dat we heel flexibel zijn en daar een goede dienst neer kunnen zetten waarmee het spoorvervoer eigenlijk heel laagdrempelig toegang heeft tot deze terminal. Vandaag moeten er vanaf het station van Os 16 ketelwagens worden gehaald. De inhoud hiervan moet overgepompt worden naar een binnenvaartschip die bij de OOC ligt te wachten. De machinist van de locomotief kan door middel van een afstandsbediening de locomotief radiografisch besturen. Zo is hij naast de machinist ook een rangeerder en kan de wagons op die manier zelf snel aankoppelen. Wanneer de trein compleet is en de remmen gecontroleerd zijn, kan de trein vertrekken in de richting van de terminal. Os Overslagcentrale is begonnen op de andere locatie waar op dit moment de containerterminal gevestigd is. En deze locatie is een uitbreiding geweest in 2009 van die locatie. Hier zijn we begonnen met de overslag van spoor naar loodsen en van spoor naar water. We doen eigenlijk in die zin zowel de vloeistoffen als de bulkgoederen als containers of wisselaadbakken of dat soort zaken. Zwaar stukgoed zou ook nog kunnen. Heel divers bedrijf. De trein rijdt hierbij over de stamlijn Elsenburg, het uit 1979 stammende spoorlijntje. De eerste klant van de lijn was ooit het bedrijf Harry Vos. Na verschillende andere bedrijven gebruikt nu alleen OOC de lijn nog. Soms ziet het er wat vreemd uit als een goederentrein door de straat komt rijden. Op verschillende industrieterreinen in Nederland zijn dit soort spoorlijntjes nog te vinden. Maar lang niet meer zoveel als vroeger het geval was. Omdat de machinist de trein radiografisch kan besturen, hoeft de lok niet steeds aan de kant van de rijrichting gekoppeld te worden. De machinist kan aan de andere kant van de trein staan en zo de trein veilig over het terrein bewegen. Bij aankomst op de terminal worden de wagons op verschillende sporen gerangeerd, zodat de inhoud ervan overgepompt kan worden. De ene partij goederen komt aan per spoor en gaat per auto weg. De andere partij goederen komt aan per spoor en gaat per schip weg. Er zijn ook goederen die komen per schip aan en die gaan per trein weg. Of komen per schip aan en gaan per auto weg. Dus ja, we zijn eigenlijk trimodaal vol in de rondte. Voor zowel eigenlijk de bulkgoederen, de stukgoederen als gecontainerseerde of geunitiseerde goederen. Wij hebben treinen uit Polen, uit Tsjechië, Hongarije, uit Italië, Oostenrijk. Frankrijk streven we een hele tijd naar, maar dat hebben we nog niet voor elkaar gekregen. Want vooral spoorwegen is toch nog wel een lastig hiccup. Nou, onze toekomst ziet er zo uit dat wij verder doorontwikkelen en vrij klantspecifiek zeg maar, nieuwe productgroepen zullen toevoegen aan het inmiddels al vrij brede scala aan productgroepen. Daaronder is eigenlijk de bedoeling om op deze locatie ook een hele grote mestfabriek te bouwen en die meststromen. Op spoor te gaan brengen. Dat met name in de richting van Centraal-Europa. Nou, en wat we verder nog willen ontwikkelen aan spoor ligt eigenlijk op de andere terminal, is containeroverslag. Waarvoor we nieuw spoor willen aanleggen en waarvoor we ook een nieuwe terminal in ontwikkeling hebben genomen. Nou, de bedoeling is dat deze ontwikkelingen de komende 2 jaar eigenlijk allemaal vorm gaan krijgen. Deze aflevering van Spoorwegen beginnen we over de grens. We zijn op het station Kleve. Dit station ligt aan de Links-Niederrheinische Strecke. De spoorlijn tussen Düsseldorf en Kleve. Deze trein rijdt onder de naam Niers Express en is van het type Lint, waar eerder ook mee door Nederland werd gereden door vervoerder Sintes. De
Dit lijntje was tot 1988 een zeer belangrijke verbinding. Vanuit Keulen kon je toentertijd direct naar Amsterdam. Tegenwoordig is Kleve het eindpunt. Het gedeelte tussen Kleve en Nijmegen is sinds 1991 gesloten, maar is nog grotendeels intact. Een stukje van het station vandaan begint de oude lijn en is nu in gebruik als toeristische attractie. Met een draisine, een soort fiets op rails, kun je over een deel van de lijn fietsen. Deze spoorlijn loopt van Kleve naar Donsbrugge, Nutterden, Vraeseld, Kranenburg, Groesbeek, het Heilig Land, Nijmegen-Heijendaal en Nijmegen. Echter, in Kleve is er nog een halte geweest met een opmerkelijk verhaal. In Kleve ligt het prachtige stadspark met dierentuin. In 1909 bracht keizer Wilhelm II een bezoek aan dit park. Hij kwam per trein, maar vond het te min om in het centrum uit te stappen. Dus werd er in het park een speciale halte aangelegd voor dit bezoek. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is deze halte gesloten. De overige haltes tussen Nijmegen en Kleve zijn tussen 1930 en 1978 gesloten, toen de reizigersaantallen sterk terugliepen. Alleen station Kranenburg is nog tot het einde van 1991 opengebleven. Daarna is het emplacement in onbruik geraakt. Het stationsgebouw wordt nog gebruikt voor andere doeleinden. Het emplacement is nog deels tussen de struiken te vinden, evenals perrons en andere spoorse zaken. Alleen door de draisine wordt het spoor nog gebruikt. Toch is het de bedoeling dat het spoor weer volledig gebruikt gaat worden. Vanuit de andere kant gezien ligt in Nijmegen het originele kopspoortje nog en wordt gebruikt door Arriva. Vlak na het station liep het spoor langs station Heijendaal. Maar hier is de lijn opgebroken. De spoorlijn ligt hier naast de huidige lijn naar Venlo. Net buiten Nijmegen slaat de lijn linksaf richting Groesbeek. Vanaf hier is de spoorlijn nog grotendeels intact. De lijn loopt dwars door Groesbeek en daar spraken wij Maurice Nieste van de VIF. Zij zien de spoorlijn graag weer in gebruik. We vinden het vooral van belang, van, joh, dit zijn een van de grootste grenssteden aan Nederlandse zijde. Kleve is natuurlijk echt booming. Ja, daar moet gewoon een trein tussen gaan rijden. Het kan niet meer zo zijn dat we in 2018 gewoon met bussen 45 minuten op en neer blijven pendelen. Toch heeft de politiek in 2018 aangegeven de spoorlijn niet te willen heropenen. Enkele argumenten waren: er is een goede busverbinding tussen Nijmegen en Kleve. Voor heropening dienen diverse spoorwegovergangen en een nieuw perron in Groesbeek gerealiseerd te worden. Dit zorgt voor extra barrières in het gebied en dat wil de gemeente Bergendal niet. Op 2 kilometer afstand van het spoor ligt een natuurgebied. Een trein kan de natuur hier verstoren. Ja, een bus die parallel aan een spoorlijn rijdt is gewoon kapitaalvernietiging. En de provincie heeft inderdaad gezegd van dat ze dus het niet wenselijk achten omdat een aantal overwegen gereactiveerd moet worden. Kijk toch heel eventjes naar de achterkant toe, zeg maar, van de achterliggen er een paar. Achteraf heeft de gedeputeerde gezegd, nee, het gaat alleen voor onze periode, dus tot en met begin 2019 richting op de bus. En daarna kan er weer een nieuw beleid gevormd worden. Dus de statements die in de pers gemaakt zijn, zijn niet zo stevig als dat ze daadwerkelijk politiek op papier staan. In Duitsland zijn de meningen sterk positief en er zijn zelfs al middelen gereserveerd vanuit de VRR, Noord-Rijn-Westfalen en het land zelf, zeg maar, dus via Berlijn. Aan Duitse zijde staan eigenlijk veel seinen op groen, als je het een beetje in spoortaal wil houden. Alleen aan Nederlandse zijde, daar wacht men op. Van wat wil je nou precies? Van, ja, gaat het echt om een hekwerkje in Groesbeek? En eigenlijk is het ook een beetje een kul argument. Ik bedoel, als je iets verderop kijkt in deze provincie, in bijvoorbeeld Ede, ja, daar zijn de mensen hartstikke blij, daar hebben ze 2 heggetjes aan de zijkant staan. Maar er rijdt wel elk kwartier een trein. En ja, daar wordt veel gebruik van gemaakt. Nou, dan is Ede toch wel een stukje kleiner dan Nijmegen. Dus ik denk van, kom op, een beetje meer ambitie, een beetje meer groen. In 2016 heeft de VIF met een railvoertuig over het spoor kunnen rijden. Ja, we hebben natuurlijk als eerste bij ProRail de benodigde vergunningen aangevraagd. Die hebben we ook vrij snel gekregen. Binnen een paar weken hadden we toestemming. Nou, daarnaast hebben we een paar keer gesnoeid. En dan merk ik echt van hoe snel het spoor weer helemaal zichtbaar wordt. Want mensen dachten lange tijd, het is helemaal overwoekerd, het is helemaal weg. Nou, we hebben 2 dagen flink gesnoeid. En in 1 keer konden we gewoon weer op 1 juni 2016 eroverheen rijden. We hebben de Nijmeegse Spoorwegmaatschappij opgericht omdat we zien, zeg maar, net zoals ruim 150 jaar geleden, dat de politiek een hele grote kans laat liggen. En wij vinden dat de burgerij zelf het initiatief moet gaan opnemen. Nou, we hebben natuurlijk heel veel vrijwilligers als vereniging. Dus wat we in eerste instantie willen doen, in ieder geval dit jaar 2018, is met een aantal vrijwilligers het spoor schonen. Daarnaast als bestuur gaan we gewoon met alle betrokken partijen, waaronder de gemeente, waaronder de provincie, in gesprek met wat wij gaan doen, waarom wij het gaan doen en wat we ermee willen bereiken. Aanvraag bij ProRail is ingediend om op 1 november te gaan rijden. Dit jaar, over het stukje tussen Groesbeek en Malden. Waarom 1 november? Nou, dan is ook in Duitsland Allerheiligen.
zeer veel Duitsers zijn vrij. Ik vind het ook belangrijk dat ProBaan toch ziet, met al hun contacten aan de Duitse zijde, dat er wel degelijk initiatieven aan de Nederlandse zijde worden employed. Daarnaast zijn we vooral met de provincie in gesprek om een toekomstig bestendig wissel te hebben. Want ja, om met echte treinen te kunnen gaan rijden, ook al is het maar met 30 km per uur als een soort van museumlijn, ja, dan moeten we gewoon die wissel hebben. Want anders zou je steeds hele dure transportkosten hebben om überhaupt een trein op het spoor te kunnen krijgen. Nou, als we in 2020 daadwerkelijk met een trein zouden kunnen gaan rijden, wat vaker het zouden kunnen gebruiken, dan zou je als in 2024, eind 2024, de concessie in Duitsland afloopt, tussen Kleef en Düsseldorf, ja, dan zou je gewoon prima kunnen regelen, net zoals ook al bij Arnhem-Emmerich is gebeurd, dat je dan zeg maar een concessie uitschrijft van oké, wie wil er helemaal gaan rijden tot en met Nijmegen zelf. Dus dat zijn eigenlijk een beetje onze stip op de horizon. Maar we vinden het vooral van belang om het inderdaad nu te gaan invullen en niet nog te wachten tot er weer een nieuwe coalitie komt, dat het weer gememoreerd wordt. Nee, daar is geen tijd voor, het is nu tijd om aan te pakken. Op 12 september 1839 reed de eerste trein van Nederland, een stoomtrein van Amsterdam naar Haarlem. En op 7 januari 1958 de laatste en reed naar het Spoorwegmuseum. Maar toch kom je er zo nu en dan nog een tegen op het Nederlandse spoor. Er zijn in Nederland diverse stichtingen die met antieke stoomtreinen rijden. Veelal is het materieel afkomstig uit Duitsland in plaats van uit Nederland. We rijden heel veel met Duits materieel, dat heeft een reden. Toen dus onze stichting werd opgericht in 1976, was het al 20 jaar geleden eigenlijk dat in Nederland de laatste stoomtrein reed. En de heersende mening toen de tijd was, we moeten modern zijn. Dus al het Nederlands materieel is zo snel mogelijk gesloopt. Binnen 5 jaar was er geen stoomtrein meer te vinden nadat de laatste had gereden. Alles gewoon vernietigd, weg. Er zijn er nog een paar bewaard gebleven in het Spoorwegmuseum, maar dat is dan echt een museum. En ook wel met reden. En wij konden dus niet meer aan Nederlands materieel komen. In 1976 ging het Duitse stoombedrijf ten einde en kwamen de machines vrij voor verkoop. En daar hebben wij toen de eerste 3 machines uit kunnen kopen. Wat ook een oorzaak is, is dat in Oost-Duitsland tot 91 nog steeds stoomlocomotieven gebruikt werden als besparing op dieselolie. Wat voor hun een groot importproduct was en daar accijnsen op moesten betaald worden, dat wilden ze voorkomen. En bleven ze dus heel lang nog doorrijden op een heleboel nevenlijnen met stoom. En daardoor is er gewoon tot relatief moderne tijd heel veel nog Duits materieel bewaard gebleven. Ook reserveonderdelen, wat voor ons wel erg prettig is. In 1989 kwam ik in aanraking met stoomlocomotieven tijdens het groot evenement van NS 150 jaar. En dat sprak mij enorm aan. Het heeft een uitstraling, het straalt kracht uit, het beweegt, het maakt geluid. En dat heeft mij aangetrokken tot het uitoefenen van deze hobby. Vandaag zijn we in Dordrecht bij het tweejaarlijkse evenement Dordt in Stoom. Een weekend lang kan de stoomliefhebber hier zijn hart ophalen. Er zijn stoommachines in alle soorten en maten te vinden. Zelfs stoomschepen varen hun rondjes en Stoomstichting Nederland pendelt op en neer in de stad. In het originele Mitropa-rijtuig worden hapjes en drankjes door de vrijwilligers verzorgd. Stoomstichting Nederland is in 1976 opgericht. Toen verdween de stoomtrein uit Duitsland. En in Nederland was hij toen al 20 jaar verdwenen. En stoomliefhebbers van die tijd hadden toen zoiets van, het gaat nu wel heel ver van ons bed worden. En wat kunnen wij doen om het te behouden? En dat is dus de doelstelling van de Stoomstichting Nederland.
is het behouden van stoomtreinen en het laten zien en het laten uitleggen van de werking en de aantrekkingskracht aan het huidige publiek. Wat doet de Stoomstichting nog meer? Wij hebben geen eigen lijn ten opzichte van andere verenigingen. Dus wij zijn genoodzaakt om op de hoofdbaan te rijden. En dat doen wij soms. We doen het sowieso om inkomsten te genereren. Waarmee we het onderhoud en de restauratie van deze locomotieven kunnen bekostigen. Maar dat doen wij door middel van zelf ritten organiseren. Naar bijvoorbeeld kerstmarkten of andere stoomevenementen. Of we hebben ook al een keer een rit georganiseerd naar Seel of Duitsland naar wijnproeverijen. We mogen gelukkig ook in Duitsland rijden met deze locomotieven nog steeds. En dat doen wij dus ook. Maar we zijn ook in te huren door bedrijfsfeesten of voor gemeentes als die een zoveeljarig jubileum hebben. Dat we dan publiekelijk ritten kunnen organiseren. Wel een noodzaak dat er wel een spoorlijn moet zijn. Vandaag hebben we het over een toch wel opvallende verschijning op het Nederlandse spoor. De koploper. Het favoriete materieel voor veel liefhebbers, reizigers en personeel op dit moment. Al in 1977 kwam dit materieel op de baan als vervanging voor het hondenkopmaterieel uit de jaren 50. Gelijk met de ontwikkeling van dit intercity-materieel, kortweg ICM, zijn ook de ICR-rijtuigen voor getrokken treinen ontwikkeld. Het ICM-materieel heeft voor de machinist een cabine bovenop de trein gekregen. Iets wat we eerder zagen op de Benelux stuurstandrijtuigen uit de jaren 70. Omdat de reizigersaantallen in Nederland zo hard groeiden, moesten er enorm lange treinen ingezet worden. Hierdoor moesten soms meerdere treinstellen aan elkaar gekoppeld worden om die lengtes te bereiken. Reizigers en personeel moesten door de gehele lengte van de trein kunnen bewegen. Hierop bedacht ingenieur Zevenhoven een doorloopkop. Door die doorloopkop onder de machinistencabine konden reizigers een plekje zoeken en conducteurs hun werk doen. Jarenlang was dit materieel het paradepaardje van de NS. Helaas was er een probleem. Het systeem van de doorloopkop was zeer storingsgevoelig en een goede oplossing werd niet gevonden. In 2006 werden de inmiddels bijna 30 jaar oude treinstellen volledig gerenoveerd, waarbij ze de doorloopkop verloren. Een extra reden voor het verdwijnen van de doorloopkop was de kostenbesparing. De grote zware deuren werden vervangen door een enkele lichte polyester plaat. De officiële naam ICM kreeg een extra letter, de M van gemoderniseerd. De ICMM-stellen zijn ook te herkennen aan het vernieuwde interieur en aan de blauwe band die aan de uiteinden niet meer recht, maar rond afloopt. Veel reizigers ervaren dit nog steeds als het meest comfortabele materieel. Maar hoe is het onder het personeel? We deden een rondvraag en de antwoorden bleken uiteenlopend. Je ziet niet echt lekker. Tijdens het schouwen in het donker zie je ook bijna de spoorstaven niet. Qua uiterlijk en comfort is het een trein die volgens mij nog best mee kan. Als je een dag dienst hebt op een ICMM, weet je op een gegeven moment van gekkigheid niet meer waar je je voeten neer moet zetten. Als hoofdconducteur vind ik het wel lekker werken. Veel ruimte en geen trappen. De omroep is wel een dingetje. Vaak heel hard in de trein en gevoelig bij het omroepen. Ook moet je hem niet vergeten uit te zetten. Er zijn in de loop van de tijd hele gesprekken tussen bijvoorbeeld twee conducteurs de trein ingeslingerd. We vroegen het ook aan meester Paul. Ik vind ICMM een hele mooie treinstel. Hij rijdt lekker licht, golft een beetje over de rails, schudt een klein beetje, maar niet dat het echt hinderlijk is. Zoals wat zware treinstellen, die willen wel een beetje heen en weer schudden, met name in de wissels. Maar deze gaat er heel soepeltjes overheen. Ik vind de cabine van ICM heerlijk. Het is een beetje compact, kleiner dan de normale treinstellen,
Maar het is wel een lekker klus. Je hebt alles onder handbereik. Je kunt met je armen de beide kanten van de cabine bereiken. Het uitzicht van ICM is gewoon heerlijk. Je zit heel mooi hoog. Je kijkt bijna altijd over de geluidsvallen heen. En je kunt daardoor ook wel een heel stuk verder kijken dan een firm of een DWZ. Het mooiste aan het beroep van een machinist is dat je de verantwoordelijkheid hebt over een heel treinstel vol met mensen. Je moet zorgen dat je mooi op tijd bent, punctueel. Het is elke keer weer een hele uitdaging om de trein netjes geremd neer te zetten, zonder dat je mensen een hele stap naar voren moet doen als je stopt. Dus dat is gewoon nog steeds een hele mooie uitdaging. En natuurlijk de uitzichten die je onderweg hebt, de Nederlandse luchten, die kunnen we nergens anders tegen. De ICMM, evenals de Intercity-rijtuigen, lijken nog wel even mee te kunnen. Echter, er zijn nieuwe Intercity's in de maak. De ICNG, die vanaf 2021 op de baan moet verschijnen. Tot die tijd loopt de koploper op kop. Voor veel mensen is het een droom. Het beroep treinmachinist. Vandaag zoeken we uit wat het beroep allemaal inhoudt. Hiervoor volgen we machinist Martin van Arriva. Als machinist begint de werkdag met het aanmelden voor de dienst en het afhalen van het dienstkaartje. Op je dienstkaartje staan de ritten die je die dag gaat rijden. Vervolgens kun je nog even bijkletsen met je collega's, als je maar op tijd bij de trein aanwezig bent. Eenmaal in de trein meldt de machinist de trein aan en maakt de trein gereed. Wanneer je als reiziger in de trein zit, hoor je voordat de rit begint een sissend geluid onder de trein. Op dat moment is de machinist de remtest aan het doen. Met een trein is het natuurlijk enorm van belang dat de remmen naar behoren werken. Bij Arriva zit niet op iedere trein een conducteur. Het fluiten en het sluiten van de deuren gebeurt door de machinist zelf. Dit kan hij vanuit de cabine doen. Ik ben nu derde generatie machinist in mijn familie. En mijn opa is dus begonnen. En mijn opa heeft dus mijn vader aangestoken. En mijn vader heeft mij aangestoken, dus als ik door mijn vader ben ik machinist geworden. Die heeft gezegd tegen mij van, nou ja, je hebt bijna je diploma en we hebben mensen nodig bij Arriva, dus ja, kan we solliciteren. Het bevalt goed, ja, het is heel leuk werk, heel aanwissend, geen dag is hetzelfde uiteindelijk. Je maakt elke dag wel wat mee dat het heel anders maakt. En het is ook wel een beetje een beroep dat de verbeelding spreekt, omdat ja, je doet toch werk wat... Waar niet heel veel mensen inzicht van hebben, dus dat is ook wel, dat vind ik ook wel grappig. Zodra je zegt van, oh, je bent treinmachinist, wat houdt het in, wat doe je? Dat is ook wel, grappig. Stressbestendig moet je zijn, je moet niet te veel behoefte hebben aan contact met mensen. Want ja, je bent natuurlijk, soms zit je wel 5 uur achter elkaar, zit je alleen in je cabine. Of 4-5 uur zit je dan, zit je toch in je eentje, dus dan heb je niet even met iemand mee te praten ofzo. En je moet stressbestendig zijn. Want in de trein heb je allemaal visuele signalen, audiosignalen. Dus dat moet je ook allemaal opvangen. Dat moet je allemaal goed interpreteren. Je moet goed met je hoofd erbij zijn. Ja, en als je 4 uur rijdt, dan... Die 4 uren moeten wel precies goed zijn. En je hebt dan eventjes pauze en dan moet je misschien weer 4 uur rijden. Dus je moet heel consistent zijn in je werk. Altijd goed opletten. En als het wel goud gaat, dan moet je goed handelen. Want we hebben een handboek en... Volgens het handboek moet je precies handelen wat erin staat. En dat is bij elke keer wel weer anders. De andere keer krijg je weer een soort van aanwijzing voor een overweg die gestoord is, zodat je veilig over een overweg kan rijden. En soms zijn seinen gestoord en dan moet je door een rood sein rijden op aanwijzing van de treindienstleider. Dus dat is ook allemaal, dat is allemaal toch wel dingetjes dat moet wel gebeuren.
ik heb best wel veel oude collega's, maar ook wel jonge collega's. Maar ja, dat is natuurlijk wel, ja, het is wel, uiteindelijk wel, je bent een broekje. En je moet, als broekje moet je wel duizenden reizigers per dag vervoeren. Dus dat is soms wel, ja, dan denk je zo van, ja, heb je dat verantwoordelijkheidsgevoel om zoveel reizigers te vervoeren? En kijk dat wel aan, ja, dat is een vraag soms. En ik heb ook wel reizigers gehad, hoor, bijvoorbeeld, ik was in Harlingen en ik loop naar mijn trein toe en komt een vrouw naar me toe en die zegt van, moet zo'n broekje nou onze trein rijden? Ik zeg van ja, ik zal het proberen tenminste. Ik doe mijn best. We komen perfect op tijd aan op de eindbestemming Leeuwarden. Hier zal de machinist de trein gaan ombouwen om zo direct terug te rijden naar Groningen. Nou, we zijn gearriveerd in Leeuwarden en nu gaan we ombouwen om weer terug te gaan. Zet hem op parkeren. In de parkeerstand, stuurstroom eraf. En we kunnen die kant op. Aan de andere kant van de trein volgen dezelfde acties weer. De trein gereed maken, remproef en weer op tijd naar Groningen. Ja, het allermooiste is toch wel gewoon van de natuur genieten. Ik ben echt een natuurman. Het is toch wel heel mooi om buiten te kijken. Ja. Wat vroeger op school is altijd gezegd, ja, uit het raam kijk, verdien je geen geld mee. Maar nu zijn we hier. En inderdaad, vanuit de machinistencabine heb je een prachtig uitzicht over het landschap. Ook in Groningen komen we perfect op tijd aan. Dit prachtige oude station zal de komende tijd flink veranderen om de doorstroming van treinen te verbeteren. Voor Martin is het nu tijd voor pauze. Als machinist heb je een enorme verantwoordelijkheid. Je vervoert immers vele reizigers op jouw trein. Wil je machinist worden? Kijk dan voor vacatures bij de diverse vervoerders die ons land heeft. Er is een strenge selectieprocedure, maar wanneer je het haalt, heb je een prachtig beroep. We beginnen deze aflevering in de Sporendriehoek van Haarlem. We ontmoeten hier een bekend gezicht van ons, Michiel. We kennen hem nog van het opknappen van de NS-2454-locomotief. En eerder nog van het opknappen van plan U-115. Momenteel is hij weer met een bijzonder project bezig. Het opknappen van een oud Benelux stuurstandrijtuig dat al sinds de jaren 90 stilstond. Wat bezielt hem? Bezielt je? Ja, historisch erfgoed bewaren is leuk. En als historisch erfgoed gesloopt wordt, dan moet dat natuurlijk bewaard worden. Want ook zoals die wagen hierachter, dat is de enige die er nog is. En dat is toch wel bijzonder. Ik ben bij het rijtuig terechtgekomen door een telefoontje van de Veluwse Stoomtreinmaatschappij die dat rijtuig in hun collectie had. En die vroegen van, joh, kan je er wat mee? Want wij kunnen er op dit moment helemaal niks meer mee. En het zou zonde zijn als die gesloopt zou worden of dat die nog verder achteruit gaat. Want hij is natuurlijk best rot op dit moment. Na jaren stilstand vertrok op 23 mei 2018 het Benelux stuurstandrijtuig dan eindelijk uit Beekbergen.
In Apeldoorn werd het rijtuig opgehaald en daar was ook de diesellocomotief van Michiel bij aanwezig om als remwagen te dienen. De remmen van het stuurstandrijtuig waren namelijk niet in orde. Nou, hij staat in Haarlem omdat we de club zeg maar gevestigd hebben in Haarlem en dan kan hij binnenstaan in de loods. En in die loods kan hij droog staan, kan hij ook uitdrogen, want hij heeft een hele lange tijd buiten gestaan. En in Haarlem is hij, toevallig is hij terug in Haarlem, want hij is daar verbouwd van een restauratierijtuig tot een stuurrijtuig voor de Benelux, voor de internationale dienst. Nou, wat we ermee gaan doen is eigenlijk een totaal andere bestemming als dat hij vroeger had. Maar waar best wel vraag naar is om cabine te bezichtigen van zo'n trein. Dat is natuurlijk best bijzonder, aangezien het natuurlijk een totaal Belgische cabine is. De trein zelf was dus restauratierijtuig. Wat we er nu van gaan maken, dat is een verblijfswagen voor de 2400. Als we bijvoorbeeld naar evenementen gaan of ergens heen waar wij moeten overnachten, dan wordt het zeg maar onze caravan. En tevens bij open dagen zal de cabine voor bezichtiging open zijn. Nou, welkom in het Benelux stuurrijtuig. We gaan even de binnenkant bekijken. En dat gaat als volgt er waarschijnlijk uitzien. Dat is natuurlijk helemaal nog niks zeker. En dat betekent dus dat hier, want hier zat de oude bijkeuken, zeg maar. Dat is nu een meetkamer geworden, een meetrijtuig is het, hè, voor de Lok 6400 geweest. De bedoeling is dat de wand zeg maar doorgetrokken wordt helemaal tot aan dat eerste raam. Dat daar gewoon simpelweg bedden komen te staan. Het zullen een vorm van stapelbedden zijn, heel goedkoop, maakt allemaal niet uit. Maar in ieder geval dat wij een verblijfsruimte hebben. Als we een stukje doorlopen, dan zitten we hier bij de ramen. Dan hebben we hier natuurlijk een hele grote ruimte. En die ruimte gaan we benutten voor een bank, voor een zithoekje. Gewoon lekker relaxen. Dat is een beetje de bedoeling. En wat het leuke van dit rijtuig is dat hier gewoon de oude banken en tafels te vinden zijn van hoe het vroeger was, inclusief de wand. Als we dan een stukje verder lopen, dan komen we hier in de oude bagageruimte. De bagageruimte is heel erg groot, er kon dus ook veel spullen mee. En ik denk dat er vroeger ook gewoon post mee vervoerd is. Gaan we dan nog een stukje verder, lopen we hier de cabine in. Het is een best bijzondere cabine, het is natuurlijk een oude Belgische cabine. Die moest natuurlijk samenrijden met Belgische locomotieven. Die speciaal voorbereid waren om ook in Nederland te rijden. Maar de machinist had een wijd uitzicht naar buiten, zoals we dat nu nog kennen bij de koplopers in principe. We hebben hier nog een restant van het keukentje, want er moest natuurlijk wel vroeger bediend worden richting Brussel. Het rijtuig is op dit moment gewoon particulier van mij en van Niels. En de bedoeling is dat die binnenkort in een stichting gaat komen. Nou, de wagen is net hier in Haarlem aangekomen. Wat we nu gaan doen is het casco op gaan knappen. Als de casco klaar is, zullen we een begin maken met de binnenkant. Maar ook aan de techniek en het draaistel is het nodige te doen. We willen geen tijdsdruk erachter zetten, aangezien we natuurlijk een aantal projecten hebben wat op de baan is en moet blijven rijden. Dus in de vrije uren, zijn we met dit project bezig. In het oude Malibaanstation in Utrecht is het Spoorwegmuseum gevestigd. Al sinds 1954 komt de spoorweghistorie hier tot leven. Zo nu en dan verdwijnt er een treinsoort van het Nederlandse spoor. Het Spoorwegmuseum probeert er dan voor te zorgen dat ze voor het nageslacht bewaard blijven. Nou, deze trein is uit dienst gegaan op het moment dat NS geen dieselbaanvakken meer had. Dat is geëindigd bij de exploitatie van onder andere Zwolle Kampen. Dienstregeling wisseling 2017, december 2017. NS had geen emploi meer voor dit materieel en heeft daarom besloten van we stoppen ermee. Daarmee is deze trein ook wel weer onze jongste en nieuwste trein in de collectie. Want
ja, de trein is eigenlijk nog maar net 20 jaar oud. En dat is natuurlijk heel jong voor een treinstel. En ja, normaal gaan die treinen nou, 35, 40 jaar mee. In de nacht van 9 op 10 december 2017 kwam er na 83 jaar een einde aan het dieseltijdperk bij de NS. Op de lijn Enschede-Zwolle-Kampen reed die nacht de laatste DM90 bij een waardige afscheidsrit. Op 10 december werden de meeste stellen verzameld op het emplacement van Nijmegen, waar de kudde buffels wachten op de verkoop aan het buitenland. Eén stel, de 3426, reed door naar Blerik en werd van het Spoorwegmuseum. Dieselmaterieel 90, ontworpen in 1992, uiteindelijk pas in 1996 gebouwd. En ja, dit is eigenlijk de opvolger van het oude dieselmaterieel, de Blauwe Engelen, de twee wagenstellen. En de Plan U treinstellen, diesel drietjes, die eigenlijk al op dat moment ook op hun laatste benen liepen. Of hun laatste wielen reden, als je dat leuker vindt klinken. En ja, NS was dringend op zoek naar een opvolger, nieuw materieel voor de toekomst. Dit materieel is nog wel in Nederland ontworpen, door NS zelf, door het ingenieursbureau, de NW3. En niet meer natuurlijk door de Nederlandse spoorwegindustrie die al niet meer bestond, gebouwd. Ja, deze trein is in 1996 vrij vlot op de baan gekomen. Gestart natuurlijk met de eerste, de 3401. Gebouwd voor dieselbaanvakken. De NS zat eigenlijk een beetje op dat moment ook in een spagaat, in een zoektocht. Naar hoe gaan we nu verder met onze nevenlijnen, zoals dat vaak genoemd werd. Hè? De noordelijke nevenlijnen, maar ook in het zuiden en in het oosten. Het waren eigenlijk spoorlijnen waar NS een beetje aan het zoeken was van hoe kunnen we dat nog enigszins rendabel exploiteren, want we maken de verlies op. Maar aan de andere kant, materieel houdt op wat we hebben. Maar het was specifiek echt ontwikkeld voor de dieselbaanvakken, daar waar geen draad boven de rails hing. Deze trein heeft als bijnaam de Buffel. De Buffel is in een tijdperk ontstaan dat de NS de treinen wat meer publiek eigen wilde maken. En heeft toen een prijsvraag uitgeschreven van, goh, wat zou een geschikte bijnaam zijn voor deze trein? En daar is uiteindelijk de Buffel uit voortgekomen. Buffel, ja, met fantasie zie je er wel aan de zijkant een beetje dat gedrongen, die kop van zo'n buffel erin. En dat sterke, dat stoere. Maar het is toch nog wel ook wel een beetje zoeken hoor. Als je er een echte buffel naast zet, dan is het toch wel heel ver zoeken. Elke treinstel heeft zo zijn eigen karakteristiek en zijn eigen bijzonderheden. En het bijzondere van deze trein is natuurlijk voor ons als museum, waarom we hem natuurlijk in de collectie willen hebben, is natuurlijk de laatste dieseltrein van NS, de laatste zelf ontworpen nog door NS. Je ziet hier ook eigenlijk een overgangsfase in van een meer conventioneel, traditioneel, behoudende inrichting. De raampjes die open kunnen, het probleem met de hitte, waarbij ze uiteindelijk zelfs nog de daken wit hebben moeten schilderen in de hoop dat ze daarmee de zon wat konden tegenhouden. Er zitten een hele hoop dingen die wij nu heel standaard vinden. De wifi in de trein, de stopcontacten, het zit er allemaal nog niet in. Dus het is net zo'n overgang, want hij was destijds wel een stuk luxer en moderner dan de voorgangers. Als je daarnaast het Blauwe Engel, weliswaar verbouwde, tweetje ernaast zet. Ja, dat was natuurlijk dan in vergelijking met deze een enorme Spartaanse trein. En het leuke is ook, deze trein is groot. Hij is echt ruim en het is ook een hele stevige, stoere trein is het. Maar als je nu weer kijkt naar wat er nu van de plank komt, ja, dat is toch allemaal weer wat iller. En wat weliswaar weer meer modulair. Maar deze trein heeft natuurlijk toch, en dat is natuurlijk ook wel leuk, een eigen gezicht. En wat leuk is natuurlijk ook de huisstel, de NS huisstelafdeling. Die hebben die kop op het laatste moment nog weten te veranderen, waardoor die echt meer een eigen karakter heeft gekregen. En dat maakt het allemaal wel leuk. Deze trein die zal beslist weer gaan rijden en dan natuurlijk gewoon in museale beleving. Aan de andere kant, hij is nog veel te nieuw. Dus ik denk dat hij voorlopig even uit beeld verdwijnt.
Tegenwoordig is er in Nederland een enorme verscheidenheid aan treinen. Sprinters, intercities, goederentreinen, stoomtreinen, flirts, spurts, buffels, hippels. Je kunt het zo gek niet bedenken of het rijdt in Nederland rond. Treinen blijken al vanaf de eerste trein in 1839 een enorme aantrekkingskracht te hebben. Evenementen met spoorse thema's trekken veel bezoekers. Er zijn drukbezochte musea en er zijn niet voor niets zoveel modelbanen in Nederland. Maar wat is nou eigenlijk de aantrekkingskracht? Is het de snelheid, de grootte, de techniek, de vorm, de romantiek? Wij gingen op onderzoek uit. We ontmoeten Frans. Wij zijn vandaag in Wijchen. In Wijchen hebben we een groot aantal spoorwegovergangen. Ja, en om het zo maar te zeggen, ik heb een soort fetisj voor spoorwegovergangen. Ik ben heel erg geïnteresseerd in spoorwegtechniek. En ja, spoorwegovergangen en treinen, dat trekt me al vanaf jongs af aan. En we zijn vandaag in Wijchen om opnames te maken van deze spoorwegovergangen. En die zetten we op ons eigen YouTube-kanaal en dat heet Dutch Train Channel. Er kijken heel veel kijkers uit Indonesië, vooral omdat de overwegen in Indonesië heel veel lijken op het Nederlandse model. Datzelfde geldt ook voor de Amerikaanse spoorwegovergangen. Sterker nog, de eerste overweg in Nederland was een Amerikaanse spoorwegovergang. Gewoon letterlijk en figuurlijk geïmporteerd. En daardoor trekt het ook heel veel Amerikanen aan. En Nederland komt dan pas later. Deze interesse is ontstaan door een video die ik geüpload heb in 2010. Ik kwam van een modelspoorevenement af en ik had de auto geparkeerd in Bilthoven. En in Bilthoven was toen der tijd nog een gevaarlijke spoorwegovergang, maar ook een hele grote. En daar heb ik toen ook nog even een kleine video van geschoten. Die heb ik op mijn YouTube kanaal gezet. En die video is inmiddels 13 miljoen keer bekeken. Die video, op een gegeven moment ging YouTube mij benaderen of ik daar advertenties voor wilde zetten. Toen heb ik gezegd, nou ja, dat wil ik wel, dat is wel goed. Dan kun je een paar centen beuren. En toen dacht ik van, hé, wacht eens even, als ik dus meer van dit soort video's ga maken, dan kun je dus ook meer inkomsten genereren. En daaruit is er dus een klein verdienmodel ontstaan. Waardoor ik niet alleen mijn passie kan delen met mijn kijkers, maar daar dus ook nog zelf een klein zakcentje aan overhoud. Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen het mooie aan treinen is dat het de techniek fascineert. En het is een relatief grijpbare techniek, want je loopt naar het station en je kunt even gaan kijken. En op Schiphol kun je natuurlijk wel door een raam kijken, maar niet zo dichtbij komen als bij een trein. Een van de mensen die naar het station gaat om treinen te kijken is Priscilla. Ik heb dan een fotocamera, dat is deze. Maar ik heb zelf ook nog een filmcamera, maar die heb ik thuis liggen. En daarmee fotografeer ik en film ik treinen en goederentreinen. Ik vind sommige passagierstreinen dan leuk, maar ik focus me eigenlijk meer op goederentreinen. Omdat ik dat toch wel leuker vind qua lengte en wat ze bij zich hebben. En de verschillende soorten loks die er zijn. De vorm en de lengte van de trein, ja, dan maakt het toch wel heel bijzonder om natuurlijk zo'n trein vast te leggen, weet je wel. En dan vooral als er hele speciale ritten zijn, dan wil je toch wel zo'n oude beestje zien of zo'n oude locomotief of met heel van die oude wagons, zeg maar. Dat is echt wel heel leuk, weet je wel. En in Duitsland, stond een keer in Keulen, waren we daar een weekendje. Op een gegeven moment kwam er daar zo'n speciale strandexpress met een hele oude locomotief ervoor. Dus dat was wel heel gaaf en dat ging nog op de toeter ook gewoon rond. Priscilla hoopt ooit nog in de cabine te zitten als machinist. Voor veel huidige machinisten is het ook zo begonnen. Ik ben machinist geworden omdat ik vroeger, als klein jochie, zag ik op een raceertrein een 2400 lok met van die gasbuizen achter zich aanslepend. Met die machinist zo heerlijk mooi buiten boord hangend. Ik dacht van, hé, dat is leuk om te doen. En daar is het eigenlijk mee begonnen. En toen zag ik op het station van Hogeveen regelmatig van die treinen voorbij schuiven. Waarbij ik zei, nou, dat zijn mooie dingen. En toen dacht ik van, ja, daar zie ik wel wat. En zo is het eigenlijk een beetje gegroeid. Ik vind het een mooi beroep, machinist zijn. Je hebt plichten, je hebt vrijheid. Je bent verantwoordelijkheid voor heel veel mensen. Je moet zorgen dat je netjes op tijd bent overal. En het is elke keer een hele uitdaging om zo'n heleboel massa, gewicht netjes in beweging te krijgen. Op snelheid te houden en vooral, wat het meest moeilijk is, heel netjes neer te zetten. Want dat is echt een kunst. Ja, ik denk het is aan de ene kant heel laagdrempelig. Wie heeft er niet in de trein gezeten, hè? Als scholier, als kind? Het is, aan de andere kant maakt het heel erg indruk op mensen altijd. Het is toch iets heel groots. Er komt iets op je af. Techniek, hoewel wij natuurlijk niet echt een technisch land zijn, maar toch de techniek van iets wat al zo lang bestaat en nog steeds bestaansrecht heeft. Hè? En sterker nog, weer groeit. Hè? En,
in de huidige tijd krijgt de trein weer een steeds belangrijke rol. Dat is wel heel bijzonder. Hè? Iets wat al 180, 185 jaar er is, wordt weer belangrijk. Hè? Normaal is dat meestal al lang omgevallen en hebben we iets anders. Maar dit is er nog steeds. En maakt ook wel, denk ik, als je kijkt naar waar slaan de bezoekers op aan. Ja, op de treinen. Echt het zien van de treinen. En dat is heel divers. Het is opa of oma die vertelt aan de kleinkinderen van, kijk eens, in die trein, daar ging ik vroeger mee naar mijn werk. Tot en met een klein kind wat dan een trein in kan claimen of het erbij op de foto kunnen. Het zien van die oude treinen, dat maakt dat onze bezoekers het altijd weer leuk vinden en terug blijven komen. Voor mij is de aantrekkingskracht van treinen toch wel dat mijn opa het spoorvirus heeft overgedragen. En wat mijn opa altijd zei was dat het spoorvirus geen medicijnen voor te krijgen zijn. En dat blijkt. Terug naar Frans. Hij stond nog steeds spoorwegovergangen te filmen, maar toen gebeurde er dit. Ja, zo heel af en toe komen we wel eens gekke dingen tegen op het moment dat we spoorwegovergangen draaien. Zoals net komt er een brandweerauto voorbij die dan stopt voor de spoorwegovergang omdat die toevallig gesloten is. Ja, het is niet leuk voor degene waar die naartoe moet, maar voor ons shot is dat natuurlijk fantastisch. Want je hebt wel even een uniek beeld te pakken. Ik woonde in Zevenaar, langs de traject naar Duitsland toe, waar de internationale treinen voorbij kwamen. En dan had je daar toch een soort van beeld bij van, je kunt met de trein uit je eigen omgeving gaan. Echt de wereld verkennen. Tenminste, toen ik klein was, was dat echt de hele wereld. Nou, en voor de rest is dat natuurlijk, toen ik machinist werd, ook een vorm van vrijheid. Eigen baas, je staat alleen, gebalde kracht die je onder controle moet houden. En dat is dus voor mij de aantrekkingskracht van treinen. Dit was Spoorwegen voor dit seizoen. Bedankt voor het kijken en misschien tot de volgende keer.